Een week geleden bijvoorbeeld spraken we een mevrouw die kreeg haar zoon op visite en een cliënt van Leger des Heils dook plotseling achter die jongen, die zoon, op. En die zei van ik steek je neer. En daar was die man heel erg van geschrokken, die zoon van die buurtbewoner. Het actiecomité Kromoot Kasperspad heeft het helemaal gehad met de overlast van de klantjes van de dagopvang van het Leger des Heils. Daarom hebben ze een eigen onderzoek uitgevoerd. We hebben dus een onderzoek gepleegd naar alle dakloze voorzieningen door het hele land. En het blijkt dus dat het hier in Dordrecht gewoon heel bar slecht geregeld is. In tegenstelling tot andere grote gemeentes. Want wat is er uit dat onderzoek gekomen? Nou, dat in de meeste gemeentes de intake van daklozen gedaan wordt door een externe partij. Vaak is dat de gemeente, maar het kan ook een andere instelling zijn. Dus die staat dan los van degene die de hulp verleent. In dit geval heeft het Leger des Heils in Dordrecht het gewoon helemaal voor het zeggen. Dan doen zowel de intake als de uitvoering. En ook die uitvoering is in heel veel steden ook naar andere partijen uitbesteed. Het Leger des Heils is niet meer de instantie zoals Major Boswart dat vroeger etaleerde. Het is gewoon een bedrijf wat geld krijgt van de gemeente om dingen te doen. En voor iedere cliënt krijgen ze gewoon een aardige som geld. Want jullie suggereren nu van, ga dat dus aanbesteden, de opvang van dak- en thuislozen. Precies, omdat wij ook inmiddels hebben ontdekt door allerlei andere partijen ook te spreken, ook andere hulpverleningsorganisaties, dat het qua professionaliteit met het Leger des Heils ook bar slecht geregeld is. Er zijn maar weinig mensen die een fatsoenlijke opleiding hebben gevolgd op dit gebied. Wat willen jullie nou precies van de gemeente? Dat de hulpverlening, dat je niet alle hulpverlening in één buurt moet centreren. Je moet het decentraliseren. En met kleinere groepen, beheersbare groepen, die goed begeleid kunnen worden door goed opgeleide mensen. Want ik ben zelf 43 jaar hulpverlener geweest. Ik heb met deze doelgroepen heel lang gewerkt. En ik weet hoe zwaar het is. En ik weet hoeveel kennis er nodig is om daar op een fatsoenlijke manier mee om te gaan. De gemeente heeft de brief van het actiecomité inmiddels ontvangen, maar kan daar nu nog niet op reageren.